Hallo, vandaag gaan we het hebben over het licenseren van vergaderruimtes. Ook wel bekend als de Teams Rooms licenties. Vorig jaar heeft daar een grote wijziging plaatsgevonden die is ingegaan op 1 september. Voorheen was het namelijk zo dat Microsoft Teams Rooms standaard en Teams Rooms premium licenties aanbood. De standaard was $15 per maand en de premium versie was $50 per maand. Nou, in de praktijk zagen we dat veel van onze opdrachtgevers met name gebruik maakten van die goedkopere Teams Rooms Pro licenties. En Microsoft heeft dat model op de schop gedaan. Wat ik al zei, per 1 september 2022 is dat veranderd. De standaardversie en de premium versie die zijn eigenlijk samengevoegd tot Teams Rooms Professional. En die versie die kost voortaan geen 15 en geen $50 per maand, maar $40 per maand. En daarnaast heeft Microsoft een tweede versie uitgebracht en dat is Teams Rooms Basic. En die zal voortaan kosteloos beschikbaar zijn voor organisaties met een beperkt aantal vergaderruimtes. Dan moet je denken aan 50 vergaderruimtes per tenant. Blijf je daar dus onder, dan kun je wellicht gebruik gaan maken van de gratis versie. Zit je daarboven of heb je behoefte aan meer functionaliteit, dan zul je al heel snel merken dat je uitkomt op de Pro versie. En dat betekent dat je dus best wel voor een cost increase kan komen te staan op het moment dat je dus je overeenkomst gaat verlengen. Nou, wil je daar nou meer over weten wat dat voor jouw situatie betekent? Neem dan even contact met mij op of met kantoor en dan lichten we dat graag verder aan je toe. Bedankt voor het kijken!